Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tunte. Ondanks dat het weer nog redelijk is, ben ik vandaag binnen en ik zit niet zo wie uit de buurt waar ik woon, op de Plakkenberg in Zilvolde. En daar ben ze met het weer bezig. Heel geïnteresseerde kinderen heb ik hier en daarom vertel ik ook maar eventjes wat er gebeurd is. Want hun leven altijd toe naar de woensdagmiddag en dat is natuurlijk mooi meegenomen. Maar eerst vandaag nog, we hadden wel redelijk wat bewolking. De zon die kwam er wel af en toe wat door, maar dat stelde niet zo heel veel voor. Maar op zich een redelijke rustige dag, het stond een matig windje en de temperatuur die kwam nog uit op 12 en soms enkele plek nog 13 graden. En overdag, ja, wat er viel, dat was gewoon te verwaarlozen. De foto die in is gestuurd, die is allemaal van bloeiende planten en dat kan ook niet anders, want het broest allemaal een klein beetje, want we hebben in het weekend een klein beetje regen gehad en dan werd het allemaal wat mooier. Wil je ook een foto opsturen, dan kan aan foto@gerritsweerpraat.nl. Nou, ik zei al dat ik op de Plakkenberg was en ze bunnen met het weer een beetje bezig. En dat is natuurlijk ook mijn onderwerp. Maar de juffrouw heeft jou ook al wat verteld over het weer, hè? Wat weet je er ongeveer van dan? Niet veel wind in ieder geval. Kijk je wel eens of je met mooi weer naar school gaat of zo? Ja? En wat vind je het leukste weer? Met zonnetje of met wolkje? Zon. Met de zon erbij. En dan kan je mooi spelen met je vriendinnetjes, hè? Ja. Het weer voor vanavond en ook komende nacht. We hebben te maken met wolkenvelden, maar ook wel wat opklaringen. De temperatuur daalt naar 7 graden. Ook niet koud komende nacht. En morgen dan hebben we een vergelijkbare dag met vandaag. Alleen iets hogere temperaturen. Er zal een fractie hoger uitkomen. Zeker 12 tot 13 graden. De wind is morgen ook over het algemeen zwak tot matig. Ja, en dan gaan we verder voor de komende dagen. Hey, wat wil je altijd met woensdag? Wil je dan mooi weer hebben woensdagmiddag? Ja. Ja. Wat ga je dan woensdag doen? Ga je dan buiten of binnen spelen? Weet je dat al? Binnen spelen. Binnen? Maar als het nog mooi weer is dan? Ga ik altijd buiten spelen. Oh, altijd binnen spelen. Maar in ieder geval, voor de komende dagen hebben we ook nog wel redelijk weer. Ik mag zeggen dat dinsdagavond een klein beetje regen kan vallen. Maar woensdag dan is het weer wat droger en dan is het ook weer wat meer zon. Temperaturen zitten dan zo rond de 14 graden. Ja. Donderdag, dat wordt voorlopig de mooiste dag. Dan begint ook de lente. Donderdagavond om 17:57 uur, dan is het echt officieel begin van de lente. En de dag erbij, nou heel mooi hoor, 18, 19 graden. En ook redelijk wat zon erbij. Maar wat wel opvalt is dat de wind soms behoorlijk door kan waaien. Ik heb even al een mooi weer gehad en ze bunt al weg. Dat is wel heel erg frappant. Maar jij wil ook nog wat vertellen? Over de wind? Nee. Nee? Nou, in ieder geval, jij kan woensdagmiddag mooi buiten spelen, want het wordt heel mooi weer. En na donderdag wordt het allemaal een klein beetje minder. En misschien komen de maatse buien in het weekend wel weer terug. Maar dat zien we dan wel weer. Dus je bent allemaal lekker aan het spullen. En waar is dat dan voor? Weet je dat niet? Is dat als cadeautje? Nou, hartstikke bedankt. En voor de regen, ze hebben gehoord en ze bent heel actueel. Ik kreeg meteen al een paraplu voor de regen. Nou, morgen ben ik weer op een hele andere plek. Ze hebben een liedje geleerd en daar willen ze dan ook mee eindigen. Maar ik zeg alvast, goed gaan. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Tunte.